is dat we ook, omdat niet iedereen hier vandaag bij aanwezig kan zijn, dat we de sessie opnemen en dat we die in ieder geval verborgen via YouTube willen kunnen delen met de deelnemers aan de, gewoon zeg maar de leden van de werkgroep. Maar tenzij er bezwaar tegen is, willen we hem eigenlijk ook met een link op onze website zetten, zodat ook andere mensen daar ja, kennis van kunnen nemen. En we gaan dat niet heel actief verspreiden of zo, maar dat het wel beschikbaar is. Dus mocht je daar bezwaar tegen hebben, laat het dan even aan ons weten. Dan doen we alleen de verborgen variant. Ja, volgens mij is dat voor vandaag het programma. En dan wil ik eigenlijk Wendelijn als eerste even vragen om kort te schetsen wat de stand van zaken vanuit de gemeente is rond het CEP. Oké, dankjewel Lennart. Ja, mijn naam is Wendelijn Olders. Een groot aantal van jullie ken ik al uit een eerdere rol die ik heb gehad binnen de gemeente Den Haag. Ik heb me heel lang bezig gehouden met het initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse Wijken. Ik zie een aantal bekende gezichten. En op dit moment ben ik procesregisseur voor het stedelijk energieplan bij het team Energietransitie. En het is mijn rol om rond het stedelijk energieplan te zorgen voor ja, consultatie in de stad en een goede verbinding tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente rond het stedelijk energieplan. Maar ook verbinding tussen de verschillende stakeholders rond het stedelijk energieplan. Dus als jullie daar vragen over hebben, kunnen jullie mij sowieso altijd benaderen. Op dit moment zijn we bezig. We hebben een concept stedelijk energieplan gemaakt. En ja, dat concept leggen we voor aan de stad. Dat doen we op verschillende manieren. Een van die manieren is dat er de komende tijd flitspeilingen en CEP-talks georganiseerd worden. En dat is, die hebben als doelgroep mensen die eigenlijk nog niet zoveel met de energietransitie te maken hebben gehad. Om echt daar te polsen, hoe vinden jullie, wat denken jullie over energietransitie? Wat zouden jullie zelf in jullie huis willen doen of kunnen doen? Wat hebben jullie daar nog bij nodig? Dus dat is een proces dat de komende weken gaat lopen, waar een collega van mij, Marijke Bruggeman, druk mee is. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk groepen zoals jullie, die de energietransitie al heel goed kennen, daar zelf ook al actief in zijn. En ook bij deze groepen willen we heel graag nagaan, hoe komt het CEP nou op jullie over? Biedt het CEP jullie handelingsperspectief? Of missen jullie nog dingen? En wat zijn dat dan voor dingen? En daar willen we de komende tijd ook het gesprek met jullie over aangaan. Daar is nog geen datum voor bedacht. We zijn nu heel druk in de voorbereiding bezig om te kijken, nou, wat zijn dan de juiste vragen om te stellen? Wat is de juiste werkvorm om daarvoor te gebruiken? En ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd. Als jullie daar zelf ideeën bij hebben of zelf bepaalde behoeftes hebben, zou ik dat heel prettig vinden om dat te weten, omdat ik daar dan rekening mee kan houden. En omdat mij dat ook helpt om een proces te organiseren waar jullie ook daadwerkelijk iets aan hebben en waar het CEP ook daadwerkelijk beter van wordt. Dus dat is wat ik daar zelf graag over wilde zeggen. Ik weet niet of er reacties komen nu op wat ik zeg, of dat mensen vragen of opmerkingen hebben. Ik heb sowieso al van een aantal bewonersgroepen ook al reacties gekregen op het CEP. Dat mag ook. Hè. Als je een bepaalde opmerkingen hebt, kun je ze ook naar me mailen. Maar het idee is dus dat we een aantal bijeenkomsten, netwerkgesprekken organiseren, waarin we de opmerkingen verzamelen, met elkaar bespreken, zodat we daar ook gebundeld de opmerkingen hebben, zodat we ze ook op een goede manier in het CEP kunnen verwerken. Uit kunnen leggen waarom iets in het CEP op een bepaalde manier geformuleerd is of wel of niet opgenomen is. Oké, dankjewel Wendelijn. Zijn er mensen vanuit de initiatieven die hier op willen reageren, aangeven waar hun behoefte misschien ligt? En wat hun een goed proces lijkt om die input te leveren? Ik zie vanuit de chat al wat komen. Ja, ik heb een vraag van Marga. Die heeft de hand opgestoken en die heb ik nu unmute. Dus Marga kan de vraag stellen.
Ik heb twee vragen, of één opmerking. Eén, we vinden het natuurlijk heel prettig als de bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven betrokken worden bij de bijeenkomsten. Dat lijkt me ook meer dan logisch. Ik vind dat een punt waar we hier zitten. Maar ik wil eigenlijk ook aandacht vragen, twee groepen die wat minder in beeld zijn. Omdat bewonersorganisaties veelal ook mensen zijn die eigenaar zijn en heel veel mogelijk hebben in de transitie. Zou ik aandacht ook willen vragen voor de bewoners in de zin van de huurders. En die verenigd zijn rond de huurders om die erbij te trekken, omdat die hele andere mogelijkheden hebben. En ook een groep die snel vergeten wordt, maar die wel heel belangrijk zijn, ook in het Haagse, zijn de particuliere verhuurders. Als ik kijk naar mijn eigen wijk, ik woon in het bewonersinitiatief Groene Buurt van Archipel Willemspark, dan is dat zelfs in zo'n wijk is dat een heel groot gedeelte. En ik zie wel aandacht in de SEP voor de corporaties, dus de sociale woningbouw, maar niet voor de particuliere verhuur. En inhoudelijk heb ik ook een punt, dat is dat ik wel mooie, zeg maar, de optie zie van de op welke nieuwe energiebron ga je over. Je ziet daar wel dat daar aandacht is voor dat het eerst is een kwestie van verminderen van het energieverbruik door gedrag, vervolgens isolatie en daarna de alternatieve energiebron. Maar de doelstellingen om de verandering van het energiegebruik, de verlaging van het energiegebruik, als eerste om daar doelstellingen op te formuleren. Vervolgens ook de isolatie echt een doelstelling op te formuleren. Je ziet hier wel de wettelijke verplichting voor de gebouwen, maar niet die voor de woningen, is geen doelstelling geformuleerd. En dan inderdaad kijken wat nog de restdoelstelling is, als je die doelstelling haalt voor alternatieve energiebronnen. Oké, ik denk op dat laatste punt, inhoudelijk is volgens mij vooral de vraag even iets globaler van waar denk je dat we in de komende, zeg 2 maanden als buurtinitiatieven en werkgroep samen met gemeenten, andere partijen extra aandacht aan moeten besteden. Nou, dat zou die energiebesparing kunnen zijn. Het is even nu niet echt het idee om op het specifieke punt te zeggen van nou, het SEP moet hierop aangepast. Dat komt in zo'n volgende sessie, komt daar voldoende ruimte voor. Maar als je behoefte hebt bijvoorbeeld aan verdieping op bepaalde punten, of dat onderling ook nog met elkaar te bespreken, omdat er misschien ook tussen bewonersinitiatieven soms verschillende ideeën leven, dan is dat wel iets om nu even aan te geven. Hij was ook op die manier bedoeld, omdat het inderdaad, je moet het in de gesprekken de verdieping doen, zodat je het uiteindelijk in de dingen kan doen. Maar als je de gesprekken niet over hebt, dan gaat het ook niet gebeuren. Dan ben je straks alleen maar bezig, wordt het een lokale geothermie of wordt het... Nee, heel goed. Dan is die zo ook genoteerd. Even kijken, ik zag nog wat handjes. Ja, even kijken hoor. We hebben Daniela, die was als eerste, dus die ga ik nu muten. Dankjewel. En zeg ook even uit welke buurt je komt. Niet iedereen weet dat van iedereen nog. Ik kom uit Noorderhout. Okay. En wat mij opvalt is, zelfs bij mensen die er al wel wat van af weten, is, moet ik het een kip-ei-probleem noemen? Als je langs, ik hoor Wendelijn zeggen, hoor je Wendelijn trouwens van vroeger, we willen langs gaan om te horen waar mensen behoefte aan hebben, waar ze aan denken. Maar wat mij opvalt is dat mensen behoefte hebben aan veel helderder uitleg wat iets betekent. Want anders kunnen ze ook niet... Ja, ik wil misschien wel geothermie, maar wat betekent dat? Hoeveel gaat mij dat kosten? Wat betekent dat voor veranderingen in mijn huis? En zelfs als je er wat meer verstand van hebt, weet je dat niet. En dan kun je eigenlijk ook dus geen antwoord geven op wat je wil, zolang je niet een veel helderdere keuze krijgt bijna. Dus eigenlijk voordat je echt op die inhoud de discussie aangaat, is gewoon nog wat meer informatie en begrip nodig bij een grotere groep mensen. Dat is eigenlijk jouw punt. Ja, maar echt ook heel concreet. Het kost zoveel, bij wijze van spreken. Ja, klopt. Oké, ik zag nog wat handjes. We had in ieder geval nog in de chat, vroeg Rutger nog een vraag aan Wendelijn. Of de punten van Vogelwijk doorgegeven zijn via Claire. Of ze direct doorgestuurd moeten worden. Dus dat is misschien wat 1-op-1 gedaan kan worden. Of dat Wendelijn daar nog op kan reageren. Ik heb inderdaad contact met Claire over de punten van de Vogelwijk. Ik heb geen Word-documentje of iets dergelijks gekregen. Als dat er is, is dat natuurlijk heel prettig voor mij om te ontvangen.
Dan hebben we nog, Nog heel eventjes voor de begrip van de andere. Claire Daniels is normaal gesproken aanwezig vanuit de gemeente als ondersteuner ook voor de buurtinitiatieven. Zij is deze week met vakantie, dus vandaar dat zij er deze keer niet bij kan zijn. Oké. Even kijken. Ik heb nu als eerste Greet, dus die ga ik nu unmuten. Dankjewel. Ik ben Greet Overbeek. Ik ben energiecoach in de Regentessen kwartier, Valkenbos kwartier waar ik woon. En ik heb in mijn werk ben ik altijd druk geweest met burgerparticipatie, transitie voor natuur, maar ook de laatste jaren voor biobased. Dus energie is een kleine overstap. Ik wil eigenlijk vooral Wendelijn vragen, maar in hoeverre nu bij het stedelijk energieplan ook nagedacht wordt toch, ermee komt toch de transitie over de burgers heen. En je zou de transitie ook meer in kunnen zetten dat het laagdrempeliger wordt voor burgers. En daar bedoel ik mee, waarom toch niet ook meer inzetten op die hernieuwbaar gas. Wat mensen moeten combineren met goed isoleren en een hybride warmtepomp. Dus dat mensen zelf, dan heeft het isoleren ook veel meer een doel dan wanneer ze of op een hoge temperatuur warmtenet laten worden overgezet. Dat is prima voor wijken die homogeen zijn, maar wijken die heterogeen zijn is dat een stuk lastiger. Iedereen op lage temperatuur kan ook nog lastig zijn, want dan moet je heel veel isolatie doen. Ik zou daarom eigenlijk, ik wou eigenlijk gewoon vragen, en ik zou het ook aan anderen willen voorleggen, kijk eens naar het rapport van Energie Nederland, die het vanuit de burgers veel meer als een adaptieve, laagdrempelige transitie organiseert. En dat betekent gewoon wijken die, waar alles nieuwbouw is, dat is logisch. Je maakt het logisch voor de mensen. Nieuwbouwwijken komen dus gauw op warmtepompen uit. Waar al warmtenetten zijn, oké, die blijven er ook. Zijn de buurten heel homogeen qua koopwoningen, appartementen, sociale huurwoningen? Als het één soort is, dan kan je ook tot één collectieve oplossing komen. Maar vooral in die wijken waar dat nogal heterogeen is, niet echt een hele dominante partij, en er heel verschillende energielabels zijn, dan worden eigenlijk de mensen met een AB-label, die worden soort gestraft met een hoog warmtenet, tenzij ze het alsnog anders bedenken. Maar er zijn er ook nog genoeg die toch wel op C willen komen. En met C kan je wel prima uit voor een hybride warmtepomp. Oké, Greet, ik denk zonder helemaal die diepte in te gaan, maar ja. jouw punt is volgens mij van, er is op dat punt, in ieder geval bij jou ook, wel behoefte aan een stukje verdieping van hoe je met het verschil tussen meer homogene, heterogene, oude, nieuwe wijken, huizen omgaat. En jouw suggestie is ook om een rapport van Energie Nederland of Energiebeheer Nederland. Ik weet even niet precies wat het is. Het is Energie verbindend streepje Nederland. Dus dat zou ik gewoon zeggen. Ja. En kijk, want vooral naar de heterogene wijken. Als je gewoon als hele wijk tot één conclusie komt, klaar. Dan heb je ook geen verzet. Ja. Maar heterogeen kan je erop wachten dat je dat wel krijgt. Oké, dankjewel. Gaan we even naar de volgende. Ook gelet op de tijd, er zijn nog best wel wat handjes. En we willen ook nog de ronde langs de initiatieven verder doen. Dus probeer enigszins kort en bondig je punt te maken. Ik zag in ieder geval Ellie, denk ik, als een van de eerste ook. Ja, ik heb Ellie, dan Walter, dan heb ik Willy in de chat en dan Juri. Dus ga je gang, Ellie. Oké, dankjewel. Dag Wendelijn, we kwamen elkaar al eerder een keertje tegen. Ik wil eventjes terug naar de eerste bijeenkomst dat de Stedelijk Energieplan is gepresenteerd voor deze groep. Dat is 22 november, hè, bedoel je? Van 22 november, zo'n eerdere versie die toen gepresenteerd is, ja. Ja, nou, daar kwamen heel heftige reacties op. Want aan het eind toen gaf ik eigenlijk aan van, ja, volgens mij kan je het wel ook duiden wat hier gebeurt. Omdat het twee manieren van kijken zijn. Eén is meer sectoraal, van nou, oké, we moeten van het gas af klaar.
En de ander is meer integraal. Van wat heeft die energietransitie nou te maken met de klimaatveranderingen, met allerlei andere dingen waar bewoners ook en de hele stad ook mee te maken heeft. Nou, daar is toen een vervolgsessie op geweest. Daar was volgens mij ook bij het, met Mirella en Willy, geloof ik. Ja, 5 februari. Delegatie uit de weg geroepen met een delegatie van de gemeente. Ja. Precies, daar heb jij met Lennart, met Wietse, nog een voorzet voor gedaan. Ja. En die voorzet, die vond ik heel erg interessant. Omdat volgens mij daar recht gedaan werd ook, er waren openingen om juist die twee verschillende, want als je het hebt over een paradigma shift, dat zit er dan weer onder, om dat meer te duiden. Nou, dit lijkt allemaal heel abstract, maar het maakt precies uit van welke vragen wel en niet gesteld kunnen worden. En dat wil ik graag eventjes naar voren brengen, van dat ik dat nu nog niet heb teruggezien in het stedelijk energieplan zoals het er nu ligt. Nee, misschien ook de vraag aan Wendelijn of die opzet die toen gemaakt is, een soort matrix ook met een aantal thema's en wat meer korte, lange termijn dingen. Of dat iets is om ook voor zo'n bijeenkomst met deze groep te gebruiken. Volgens mij was ook het idee dat de wethouder daar dan bij zou zijn. Dus is dat nog steeds wat er binnen de gemeente ook besproken wordt om nu te organiseren, Wendelijn? Ja, ook omdat in die matrix heel mooi de verschillende informatiebehoeften van verschillende groepen terugkwam. Hè? De een veel meer de diepte in en de ander... Ik vind juist wat algemener informatie interessant. Dus om daar een mooie mix tussen te krijgen. Ja, prima. Nou, dat was mijn punt. Als dat verder in de consultatie naar voren komt, dan ben ik daar heel blij mee. Oké. Volgens mij Walter was ook een van de eerste of eerdere handjes. Walter is nu aan het woord, ja. Yes. Ik heb eigenlijk even twee dingen. Twee punten voor de stedelijke energieplan. Dat is van de kopgroep, hè? Regen, Tesco, ja, kopgroep 2030, REFA. De mensen vanuit de buurtinitiatieven die nu aangehaakt zijn, die kan je op het taalniveau van zo'n stedelijk energieplan wel meekrijgen. Er zit voor mij een aandachtspunt in hoe je het praktisch gaat maken voor eigenlijk de gemiddelde bewoner. Dat is iets wat Marga ook al aangaf. Die moet je ook wel meekrijgen. We hebben daar vanuit kopgroep 2030 hanteren we het principe van een huishoudboekje. En uiteindelijk de hele energietransitie gaat erom dat je energiehuishoudboekje op orde krijgt. Er moet net zoveel energie, duurzame energie inkomen als eruit gaat. Dat kan misschien nog een hulpmiddel zijn om plannen tastbaar te maken en begrijpelijk te maken. Tweede punt. Zit er bij mij de vrees dat er met het doel van gas af in 2030, in 2040, 2050, afhankelijk van wat de doelen zijn, dat het van het gas afgaan een soort heilig doel op zich wordt. Terwijl je eigenlijk de basis is dat je energie wil besparen en uiteindelijk van fossiele energie af wil komen. En op het moment dat je bijvoorbeeld in een wijk als Reva nu een warmtenet aan zou gaan leggen, dan heb je een compleet, dan kan je wel van het gas af. Als je dat met geothermie doet, dan heb je compleet andere infrastructuur nodig dan wanneer je eerst zeg maar, de wijk compleet tot energielabel B isoleert. En waar ik een beetje bang voor ben, is dat onder de druk van het gas afkomen, systeemkeuzes gemaakt worden die uiteindelijk op de lange termijn heel ongunstig zijn. En waar je dus ook niet meer vanaf komt. En ik ben heel benieuwd hoe er vanuit de stedelijke energieplan daarover gedacht wordt. Begrijp ik dat ook goed als een soort onderscheid tussen wat meer gefaseerd en in één klap de volledige stap zetten? Dat daar wat beter naar gekeken zou moeten worden, ook door de bewonersinitiatieven zelf, van wat voor hun buurt handig is? Door bewonersinitiatieven zelf, maar ook door de gemeente. Ja. Heel veel kostenvraagstukken met energietransitie gaan er vanuit. Je vervangt kozijnen, terwijl de bestaande kozijnen eigenlijk nog goed zijn. Maar als je meegaat in een natuurlijke vervangingsopgave, en dus wat echt wat meer een transitietraject hebt dan 10, 20, 30 jaar, dan kan je die kosten ook spreiden. En dus ook weerstand vanuit kostenoogpunt
Ja, dus wat meer ook de natuurlijke momenten voor bepaalde stappen uitbrengen eigenlijk. Ja. En benutten. Ja. Oké, dankjewel. Ik zag Juri ook al een tijdje. Even kijken, Willy was dat eerder in de chat, dus die geef ik nu het woord. Oké, Willy. Willy van... Dat je daarbij benoemd. Willy Berendsen van GroenLemiend, Vruchtenbuurt. En ook betrokken bij de regionale energiestrategie vanuit Energie Samen, energiecoöperaties in deze regio. Ja, nou, GroenLemiend heeft, zoals sommigen van jullie weten, nu een coöperatie laten geboren. We worden begin van dit jaar en die coöperatie heet Sterk op Stroom. We hebben de ambitie om in Den Haag met de gemeente in 2017 gestart experiment samen met de gemeente een smart grid te gaan realiseren in de Vruchtenbuurt in de komende jaren. Dus daar kom ik zo dadelijk op terug. Maar even naar het stedelijk energieplan kijkend. Ik heb de aanloop van de sessie gemist, dus ik neem aan dat we mogen reageren op de SEP. Nou, de bedoeling is om vooral even aan te geven waar als buurtinitiatief je behoefte ligt qua proces of qua verdieping op inhoud, zonder nu helemaal op die inhoud in te gaan, maar dat we in de komende 2 maanden daar extra aandacht aan kunnen besteden als werkgroep of ook in het gesprek met de gemeente. Dus... Ja, dan is denk ik een eerste opmerking dat het hoofdstuk elektriciteit, en dat is denk ik in navolging met eerdere plannen, de hele elektrificatie is ontbreekt nagenoeg. Er wordt weinig of niks over gezegd. Er wordt alleen de woorden steden en tenet bij genoemd. En daarna houdt het denken bij de gemeente, lijkt het op. En dat is precies waar wij in actief zijn. En met betrekking tot participatie moeten we denk ik... En dat is ook een brief die recent naar de wethouder is gegaan. Moeten we goed nadenken of het alleen informeren is van de burgers. Of dat we via participatie, partnership ook kunnen gaan nadenken over mede-eigendom. Wat een rol is, daar wordt weinig of niks over gezegd. Het lijkt nu gewoon op een informatiestrategie de participatie ingevuld te gaan worden. En dat is zeker voor een aantal wijken. En een aantal initiatieven een te magere aanpak. En dan heb je het ook over eigendom, niet alleen qua elektriciteit, maar ook qua warmte. Ja, zo mogelijk ook voor warmte. Ik weet dat een extra opgave is om die dure infrastructuur in mede-eigendom te gaan hebben. Maar die initiatieven die zijn er, ook in de Vruchtenbuurt, waar wij mee samenwerken. Het warmtenet van Warm in de Wijk, samen met het Smart Grid. Dat is ook bijzonder in termen van... een experiment waarbij je zowel een lokaal warmtenet als een lokaal elektriciteitsnet, als ik het zo mag zeggen, wordt gecreëerd. Dus dat brengt mij op het volgende hoofdstuk, dat het woord experimenten en experimentele kaders met betrekking tot innovatie, dat is weinig of nog niet omschreven. En ik denk dat de dingen die tot nu toe gedaan zijn... met betrekking tot innovatie of projecten, dat die wat meer strategisch gepland moeten gaan worden. En dat brengt mij op een laatste hoofdstuk. Dan moet ook de financiering en het revolving fund, wat op dit moment gevormd gaat worden, op die manier strategisch worden ingezet. Want de gemeente kan en wil niet alles betalen. Maar die dingen die aangejaagd moeten worden, moeten dan ook strategisch gepositioneerd zijn. Dus samenvattend... elektriciteit ontbreekt. Participatie is alleen maar over informeren iets gezegd. Met betrekking tot de experimentele kaders moeten die strategisch worden gepland, zodat de duurzame en spaarzame middelen van de gemeente strategisch worden ingezet. Dat is mijn eerste reactie. En die financiering inderdaad nog. Oké, het lijken me mooie punten. Gaan we vervolgens naar Juri, denk ik. Ja, ik heb ook een aantal dingen. Wat betreft het proces is mijn grote vraag, wat wil de gemeente met dit stuk? Want als we niet weten wat de gemeente ermee wil, we praten nu ook al in de feedback in een heel divers verhaal. Voor mij wordt niet duidelijk wat er in dit stuk bedoeld is. En die participatie die loopt al niet zo lekker sinds november.
En volgens mij is dat ook gewoon nog steeds onduidelijk. Ik zie gewoon de doelstellingen niet in het stuk, niet in waar we naartoe willen. De lange termijn paragraaf is praktisch leeg. Er zit niet een ding in van waar moeten we komen. CO2-reductie en het reductiepad staan er niet meer in als doel. Dus dan krijg je van, ja, is van gas af het heilige doel? Of is de warmtenet het heilige doel? Of moeten we gewoon elk adres aangeraakt hebben? En hebben we dan een transitie gehad? Dus welke bronnen gaan we op lange termijn gebruiken? Daar is heel veel kennis over wat we daarvoor zouden kunnen doen. Die bronnen zou je dus moeten kijken van wanneer kunnen we die waar inzetten? Er mist een tijdspad. De relatie met het Haagse Klimaatpact wordt in de eerste zinnen gemaakt, maar er staat helemaal geen relatie met het Haagse Klimaatpact in de inhoud. En dan de relatie tussen de prikkel tot besparen en isoleren, waarop lijkt te worden ingezet, tegenover het uitgangspunt in alle dingen van dit is de huidige situatie en vanuit die huidige situatie gaan we plannen maken. Als je een 70 graden net hebt, dan is besparen en isoleren helemaal niet zo relevant meer. Dat levert niks meer op, want je vaste lasten zijn in warmte veel groter geworden en je flexibele lasten juist veel minder. Dus ofwel je wilt een prikkel en je hebt een einddoel en dan zoek je dus de dingen bij het einddoel. En dan kijk je natuurlijk wel van, oké, waar komen we vandaan en hoe komen we dan bij dat einddoel? Maar ik zie dat op dit moment niet heel duidelijk. En als het dan gaat om, zeg maar, de stad meenemen, ik denk dat een principiële vraag die overal zal liggen is, die keuzevrijheid tegenover de verplichting om een bepaalde bron of een bepaalde temperatuur te gebruiken. En de verplichting wordt hier nadrukkelijk, in dit stuk, neergelegd van ja, als het nodig is voor een bepaalde bron, dan gaan we dat gewoon doen. Nou, als er iets is wat die transitie en de discussie gaat overheersen, is een verplichtingsoptie. Dat levert alleen maar weerstand op. Wat mij echt heel erg opvalt, is dat overal waar het over netten gaat, dat alles gasgestookte netten wordt genoemd, ook als het gaat over restwarmte van de elektriciteitscentrale. En ik denk dat je dus daar ook in het stuk echt verschil tussen moet blijven maken. Want als je van alles zegt dat het gas gestookt is, ja, dan is het heel onduidelijk wat je daarmee doet. En er zijn ook heel veel warmtenetten die gewoon centraal meer gas verstoken dan dat ze decentraal zouden doen als iedereen zijn eigen gasketel had. Dus ook dat een gasgestookt net niet goed is, wil niet zeggen dat je daarmee een verbetering hebt tegenover lokale gasgestookte netten. Oké, ook hier weer denk ik eventjes op het niveau van, zonder nu helemaal die diepte in te gaan, maar dat eigenlijk impliceert wat jij nu zegt, dat er misschien beter gekeken moet worden nog naar hoe duurzaam zijn nou verschillende vormen van warmte, restwarmte, et cetera. Hoe wordt dat berekend? En ga je uit van een soort formele definitie of meer hoe het in de praktijk echt uitpakt? Die CO2-reductie zou een centrale doelstelling moeten zijn. En er moet een pad zijn. Hoe kom je dan bij CO2-0 of CO2-5%, 10%? Als je dat niet erin opneemt, ja, dan praat je volgens mij naast elkaar. Nee, dus dat is zeker een vraag volgens mij die mij ook opviel van er wordt alleen even klimaatpact genoemd, maar verder wordt er helemaal niet meer gerefereerd aan specifieke doelstellingen of tussendoelstellingen, et cetera. Dus dat is sowieso denk ik een vraag die later nog uitgebreider aan bod zal komen. Ja. Waren dat jouw punten, Juri? Nee, nog twee punten. De relatie met die regionale, met de rest dingen. Ja. Wat we hier doen, wat we meer zouden doen, dat komt doordat het allemaal op regionaal niveau gemeten gaat worden. Hoeft dan dus ergens anders in de regio minder gebeuren en niet. Dus op het moment dat wij niet hier onze doelstellingen al in het systeem hebben staan, maar er zijn wel regionale doelstellingen in Rotterdam of in het rest gebeuren, dan is dus alles wat er qua doelstellingen is ook niet meer verder meetbaar of zinnig. En de onderliggende documenten, ik denk nu zo even aan Stedin heeft een uitgang of een soort startbod gemaakt. Ja, daar staat wel een kaartje van in.
Maar die worden allemaal niet gepubliceerd. BBL heeft 9 verschillende dingen doorgerekend. Ja, op dat laatste punt. Ik heb al even samen met Willy bij Stedin ook geïnformeerd of zij daar misschien een keer wat uitgebreidere toelichting op kunnen geven, ook voor de bewonersinitiatieven. Die vraag die ligt ook voor binnen het Haagse Energienetwerk, waar ook de energiebedrijven, corporaties, et cetera, ook bij zitten. En ook op regionaal niveau, daar is al een afspraak voor gemaakt met Stedin. Dus mijn idee zou eigenlijk wel zijn om bijvoorbeeld volgende keer 5 juni te kijken of daar ook voor deze groep wat dieper op ingegaan kan worden. Ja. Stedin is natuurlijk wel een belangrijke speler ook in Den Haag, in deze regio. Maar het ging mij er meer om, zeg maar, van goh, wat zijn nou de bronnen waarop is dit document gebaseerd? Ja. Want als we alleen, zeg maar, met dit is natuurlijk echt goed geschreven om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Maar ja, op het moment dat er dingen in staan die zeg maar twijfelachtig zijn, om het maar even netjes te zeggen, en je hebt er geen bron bij, ja. Dan organiseer je ontzettend veel problemen waar je gewoon in die discussie helemaal omheen zou willen gaan. Ja, dus je bedoelt de onderbouwingbronnen, niet de warmtebronnen, maar de onderbouwingsbronnen. Nee, ja, sorry. Ja, precies. Okay. Heel goed. Dus of die documenten ook gewoon zo snel mogelijk gepubliceerd kunnen worden voordat we met elkaar allemaal die discussie ingaan. Ja. Want dat zou dat is een makkelijke stap. En dan vraag ik me af hoe het met de financiën zit. Zeg maar, we hebben honderden miljoenen van Eneco geld. Waar wordt dat in dit verhaal ingezet? Wat is het plan daarmee? Als we niet weten, zeg maar, welke richting daarop gedacht wordt vanuit de gemeente, is het natuurlijk ook heel moeilijk om mee te denken. Oké, dank je. Ja. Gelet op de tijd wil ik dit stuk eigenlijk graag afronden. Ik zie volgens mij ook geen opgestoken handjes meer. Zo. Ik heb nog eentje van Greet en ik zie nog wat vragen in de chat. Ik zie dat David, die heeft een tijd geleden nog een vraag gesteld. Kijk maar. Ik weet niet of ik hem even het woord kan geven, want die vraag staat er al 10 minuutjes in. Nee, dat lukt me niet. Ik zal de vraag even oplezen. Hoi, Wendelijn. Is het bekend hoe de gemeente denkt over de grootte van de warmtekavels en hoe lokale initiatieven ook warmteproducenten zouden kunnen zijn? Tussen haakjes, hoewel ze misschien niet een heel groot deel van de stad met warmte zouden kunnen voorzien. Ja. Dat is een vrij inhoudelijke vraag, dus ik weet niet of Wendelijn daar zo antwoord op kan geven, maar misschien wel hoe we daar antwoord op kunnen krijgen. Wendelijn? Ja, die schrijf ik op, dat moet ik even intern nagaan. En David is van? Wateringse Veld. En ook betrokken bij de regionale kerngroep van Energie Samen. Ik zal een volledig transcript van de chat ook naast het YouTube-filmpje zetten. Dus dat iedereen het ook nog even terug kan lezen. Oké, en er was nog één vraag? Of... Ik heb Greet heeft nog een handje opgestoken. Oké, Greet dan als laatste nog even. Dat is goed. Er werd net nog gezegd van ja, je kan wel gaan isoleren, maar je moet je wel aan de doelstellingen houden. Dat lijkt me ook het uitgangspunt. Dus gewoon hoeveel CO2 er moet bespaard moet zijn in 2030. Dus overal waar we het ook over hebben, dat moet dus het idee zijn. En dat was dus, ik vond dat dus in dat rapport werd dat wel degelijk gezegd, dat met isoleren en hybride pompen je die doelstellingen van CO2-besparing in 2030 prima haalt. Ik ben geen CO2-deskundige, dus ik laat het graag niemand anders over. En verder zijn alle berekeningen, zitten altijd een aantal voorwaarden in. En die moeten altijd nog maar gerealiseerd worden. Ja, oké. Dus. En volgens mij is dat dan waarschijnlijk ook landelijke doelstellingen. Daar refereerde Juri ook even aan van wat je op regionaal niveau doet en lokaal niveau, hoe dat zich verhoudt. En hetzelfde speelt natuurlijk ook landelijk. En als bepaalde partijen daar minder snel of sneller willen gaan, wat dat dan weer voor andere partijen betekent. Mensen, gezien gelet op de tijd, wil ik dit stuk nu afronden. Volgens mij is er redelijk wat nuttige input geleverd. Wendelijn neem ik aan dat hij in ieder geval qua procesdingen daar ook een voordeel mee kan doen. En nou, dat we daar in de komende tijd verder op in kunnen gaan. Wil ik eigenlijk nu overgaan naar de
ja, zeg maar bijpraatronde van waar zijn de verschillende wijken, buurtinitiatieven op dit moment, afgelopen maanden mee bezig geweest? Wat zijn voor jullie daarin een beetje de hoogtepunten, highlights, zonder op alle details in te gaan? En zijn er bepaalde dingen, al of niet ook door corona, waar je nu tegenaan loopt? En waar misschien vanuit de gemeente, Duurzaam Den Haag of andere partijen ja, iets gedaan kan worden om dat verder te brengen. Wie wil als eerste beginnen? Ik heb hier ongeveer een uur voor uitgetrokken. Ik moet even kijken hoeveel wijken precies, hoe lang aan het woord zijn, maar probeer te beperken tot een paar minuten in ieder geval, zodat iedereen ook aan bod kan komen. Okay, ik zie handjes van Marga. Ja, als eerste. Marga, Johan. Even heel kort, Archipel Willemspark, Groene Buurt. We hebben nu twee groepen gemaakt. Eén groep die specifiek gaat richten op het maken van het energieplan. En we hebben één groep die de bewonersinitiatieven ondersteunt om te zorgen dat de bewoners zelf hun gedrag veranderen, isoleren en overgaan op duurzame bronnen. Dus dat betekent ook twee contactpersonen. Dus het is misschien ook, de andere groep staat onder leiding van Walter. Het is misschien ook handig om hem rechtstreeks uit te nodigen. Het andere waarvoor ik hier zit is de Energiebank Nederland. En we hebben in onze Energiebank Den Haag, sorry. En daar hebben we in eerste instantie gezegd dat we onze methode die we hebben, die speciaal gericht is op energiebesparing, die ook door huurders mogelijk is, die richten we zowel op de zeer kwetsbare groepen, maar ook voor dit jaar hebben we de strategie ontwikkeld dat we ook bewonersorganisaties willen helpen bij het geven van voorlichting over wat huurders, en dus ook eigenaren hoor, want alles wat een huurder kan doen, kan een eigenaar doen, maar wat je zelf aan energiebesparing kan doen, gedragsverandering en simpele maatregelen om daarbij te helpen. Dus als bewonersorganisaties bijvoorbeeld een wijkbijeenkomst houden, dan willen we ze daar graag bij helpen. We hebben daar al het materiaal en de kennis en kunde voor. Okay. En jullie focus ligt inderdaad op die meer kwetsbare wijken, hè? Of doen jullie dat ook voor andere buurten waar inderdaad die particuliere eigenaren wat dominanter zijn? Nou, voor de kwetsbare wijken doen we ook persoonlijk advies. Dus daar ben ik echt mensen een persoonlijk advies in hun eigen huissituatie. Dus dan komen we ook langs met onze energiemaatjes. Dit wat ik net vertelde is gewoon voor voorlichting voor groepen van bewoners. En in de gewone wijken doen we geen persoonlijk advies. Dat is te arbeidsintensief. Okay, maar die groepen, dat kan gewoon uit alle buurten Den Haag gewoon bij jullie aangevraagd worden, zeg maar. Ja. Okay, dankjewel. Ik zag Johan Apeldoorn, denk ik, als een van de eerste ook zijn hand opsteken vanuit Moerwijk. Tenminste. Ben ik unmute? Ja, ik hoor jou. Okay, ja, ik heb ontzettend veel hele leuke berichten gehoord net. Hier heb ik allemaal grote pijlen bijgezet. En het aardige is, heel veel van die dingen in positieve zin zijn nu uitgekomen bij Moerwijk. En ik ben van de Moerwijk Coöperatie, die is net opgericht vorig jaar. Dat is een coöperatieve vereniging. En wij behoren ook tot een van de drie groepen die met Duurzaam Den Haag voor 10 jaar lang goede bijstand krijgen en ook zelf onderzoek hebben kunnen uitzetten. Dus er is er net gepraat over die participatie. Iemand kon het heel mooi verwoorden. Dat zegt, ja, dat lijkt alleen informeren, maar dat moet ook participeren zijn in mede-eigendom bijvoorbeeld, maar ook in mede-beslissen. En wij hebben die kans gehad. We hebben nu één onderzoek is helemaal afgerond door CEMAG. Van wat hebben wij nodig aan energie en wat is de energievraag en wat kan er duurzaam gemaakt worden. En zo'n onderzoek, dat heeft mij ook over de streep getrokken. Ik ben er wel techneut, maar ik snapte het vaak ook niet. Hè. Die zegt, ja, wat is er allemaal aan de hand? En het was voor mij heel duidelijk, toen ik dat rapport doorgespit had en gesproken had ook met Gert-Jan van Otten, de man die dat rapport gemaakt heeft, met anderen. Dat ik zei, oh ja, nu weet ik wat er aan de hand is en ik kom er dus ook achter, maar dat wist ik al, dat je heel veel kennisvragen hebt. En daar had iemand van jullie het ook over, van veel helderder uitleg is nodig. Nou, het punt is, dat is dus helemaal daar gekomen. We hebben een heel mooi eerste rapport nu. En we hebben er ook een toevoeging bij gemaakt van wat zijn nu de voetangels voor de bewoners. Waar moeten we op letten, strategisch en tactisch. Allemaal heel mooi.
En wat we daarna merkten, dat eigenlijk de overheid daar een beetje van terug wil. Want wij hebben dus volledige medezeggenschap gekregen eigenlijk als wijk. En wij willen hier nu heel graag mee verder. We willen het ook heel graag op allerlei manieren uitleggen aan onze medebewoners. En een tweede onderzoek starten, wat in principe beloofd is. Maar in dat hele SET-advies, of wat is het nou? Ik mis even de afkortingen. SEP, Stedelijk Energieplan. Ja, het Stedelijk Energieplan. Daarin hebben ze het over participeren. En dan zeggen ze letterlijk, en de technische uitwerking, die doen wij dan. Dus net wat Willy Berendsen zei, de participatie is er blijkbaar, wij moeten dan even bijgepraat worden. Maar de beslissingen zijn al genomen. En dat vind ik een verontrustende ontwikkeling. Want er moet gewoon ook heel veel informatie gedeeld worden. Hoe zit alles in elkaar? Heel veel mensen weten het niet, ook mensen die het graag willen weten. En wij zijn in Moerwijk zijn we nu begonnen met een kenniswebsite. Daar hebben we wat geld voor vrijgemaakt. Dat we daar die kennis gaan ordenen. En als dat eenmaal een beetje loopt, kunnen we wat extra geld misschien voor krijgen. Want we merkten ook, we hebben dat eerder gevraagd aan dat energietransitieteam van Den Haag. En die wilden het er helemaal niet aan. En die wilden ook hun gedachten niet vrijgeven van tevoren. Dat moest allemaal eerst gingen ze dat helemaal zelf uitbroeden. En dan waren wij pas aan de beurt. Dus dat zit erin, die kennis. En wat ik ook merkte, ik heb het met, Ellie Reiniers ook besproken. Dat eigenlijk dat hele rapport, dat zet ons, ik formuleer even iets anders wat ik daarnet zei. Als bewoners, ja, dan ben je participant en dan heb je eigenlijk een soort lager niveau dan al die anderen van de woningcorporaties of de energiemaatschappijen of kennisinstituten. Terwijl eigenlijk als bewoner en huurder hoor je eigenlijk een soort opdrachtgever te zijn, dat je zo'n soort status hebt. En voor eigenaren is dat al waar, hè? Maar dan gaat de gemeente er even goed overheen. Dus wij zitten in een te lage positie. En ik heb dan nog iets erbij gehoord, iets later, wat vond ik ontzettend positief. Dat wil ik met jullie delen. Kreeg ik ook een bericht van Ellie Reiniersen. Die had een aantal soort colleges, zeg maar, op YouTube aangewezen. Daar moet je kijken. En één zat erbij van de Bommeler Waard. Die hebben een energiecoöperatie opgericht. En dit is echt het laatste wat ik zeg. Daar kreeg ik ontzettend warme gevoelens van. Want ik ben nog heel enthousiast voor coöperaties. Want ik ben natuurlijk niet voor niks bestuurslid van een coöperatie. Maar wat hij zei over die energiecoöperatie. Hij zegt, tot nu toe al die energiecoöperaties die er zijn. Het geld gaat naar de mensen die geld hadden om te investeren in die coöperatie en in die molens en wat dan ook. Hè. Dan is het wel coöperatief, maar het geld gaat naar degene die het geld erin gestopt hebben. En hij had een systeem in de Bommelerwaard en daarmee heeft hij ook de hele gemeente meegekregen dat hij zegt, iedereen die daar woont is automatisch of die kan lid worden van die coöperatie en we zorgen ervoor dat hij ook eigenaar is van al die apparatuur. Nou, daar moet je voor investeren. Maar dat wordt dan voorgefinancierd door andere partijen. Die krijgen daar een klein beetje rente voor. Maar laten we zeggen, de echte opbrengst, die gaat naar degene die daar dus lid van zijn. En in eerste instantie worden die opbrengsten gebruikt om die investering af te lossen. Maar je bent dan gewoon, ook al heb je geen geld, dan kan je je toekomstige verdiendelen kan je gebruiken om je investering te financieren. En daar heb je een echte volkscoöperatie op energiegebied. Dat is wat jullie vanuit Moerwijk ook willen. Dat willen wij ook. Dat idee hebben we steeds gehad. Maar laten we zeggen, dus als je dat gaat kijken bij Kiem, dat is een Kiemkracht heet, dat is een overheidsdingetje die allerlei positieve dingen wil brengen. En dan anders moet je even aan aan Ellie Reiniersen vragen. Die stuurt je er zo naartoe. En dat is een half uurtje. En die man wist dat heel goed uit te leggen. Dat je zegt, jongens, dat is een soort game changer. Dat je zegt, hupsakee,
mensen met geld heb je in eerste instantie nodig, maar die moet je alleen gebruiken om dat geld even tijdelijk te geven. Niet om die hele coöperatie op te kopen. Oké, Johan, ik denk dat het voor nu voldoende is. Dat we daar ook op een andere keer nog wat dieper op in kunnen gaan. Ja. Cas, had jij de volgende? Ja, dat is Walter, die heeft nu het woord. Nou, vanuit Koningsplein, Regentessenplein, hebben we afgelopen maanden samen met Duurzaam Den Haag gewerkt aan eigenlijk in kaart brengen van de huidige energiehuishouding. Daar is nu het conceptrapport van gereed. En we hebben daar eigenlijk gekeken wat is de, echt het huidige energieverbruik per vierkante meter woningoppervlak of gebouwoppervlak. Wat is de opwekcapaciteit binnen eigenlijk heel REVA? En wat voor buffermogelijkheden zijn er? Nou, dat onderzoek gaan we binnenkort publiceren. Dat is voor ons een stap richting eigenlijk de tweede fase. De dialoog met de gemeente aangaan over het ontwikkelen van de wijkenergieplan. Dat doen we vanuit Kopgroep 2030 samen met de Groene Regenters. Dus over ik denk een week of 3, 4 hoop ik dat het rapport gepubliceerd kan worden. Ik zal ook vragen aan Lennart of hij dat dan met jullie allen ter informatie of inspiratie kan delen. En daarnaast zijn we vanuit Kopgroep 2030 bezig met de straataanpak. Mijn straat loopt op kop. En daar zijn positieve reacties op. Het idee van de straataanpak is dat je samen met de buren eigenlijk één straat collectief aanpakt. En dat je dus echt samen met de individuele buren gaat kijken wat je kan doen om energie te besparen, duurzame energie op te wekken en te vergroenen. En daar hebben we 2 straten voor die daar heel enthousiast over zijn. Dus voor corona, met de coronamaatregelen, is het nog wat lastig om het allemaal te organiseren, want je komt niet zo makkelijk bij elkaar. Maar daar is wel animo voor. En dat is wel, dat zijn 2 hele leuke ontwikkelingen. En één vraagje erbij over die 2 straten. Heb je dan ook het idee dat echt zo'n hele straat daar aan meedoet? Of moet je denken aan de helft van de straat? Of wat is een beetje de... Dat zijn wel vrij goed georganiseerde straten. Of dat zeg maar 100% van de inwoners is die meedoet, dat weet ik even niet. Dat is maar wel een flink deel. Wel een flink deel, inderdaad. Oké, mooi. Dankjewel. Dus dat is de korte update. Dankjewel. Volgende. Ik zie Willy. George al een tijdje. Willy was net iets eerder, die heeft nu het woord. Oké. Dank jullie wel. Er loopt een collectieve actie van de, mag ik zeggen, de zoncoöperaties. Dat zijn er een stuk of 7, 8 in Den Haag. Die hebben al een jaar geleden bij de wethouder aan de bel getrokken om te kijken of naast de activiteiten van de gemeente voor haar eigen gebouwen er ook samengewerkt kan gaan worden met betrekking tot coöperatieve ontwikkeling van publieke daken, om het zo maar te zeggen. Dat is een, ik druk me eufemistisch uit, een moeizaam proces. Het dakenjachtprogramma dat loopt, dat krijgt op dit moment weinig vorm en inhoud in samenwerking met de zonenergiecoöperaties. Wij dringen aan op overleg met de gemeente. Met name met de afdeling vastgoed die verantwoordelijk is voor de samenwerking met de coöperaties als het gaat om zon op dak. En dan nog even terugkomend op de regionale energiestrategie voor Den Haag. Als het gaat om doelstellingen is er eigenlijk maar 1 doelstelling die vorm en inhoud krijgt. Dat is zon op dak. Voor het overige zijn er geen mogelijkheden naar het schijnt dat Den Haag wint. Op land en zon op land creëert. Dus ik refereer even aan de doelstellingen waar Juri straks op doelde. Dan is er eigenlijk maar 1 doelstelling of 1 kader van doelstellingen. Dat is zon op dak. En de ervaringen tot nu toe in samenwerking met de gemeente zijn mager, om het woord slecht maar te vermijden. De activiteiten van ons Smart Grid initiatief die vorderen. Het voordeel is als je het sterk data-driven en op ICT baseert, is dat alle activiteiten bijna kunnen doorlopen.
Dus het smart grid wat zich op dit moment vormt in de vruchtenbuurt start bij de 33 groene mintwoningen. Daar is inmiddels door onszelf de ICT-infrastructuur in de woningen aangebracht die real-time het verbruik en de consumptie en de productie van onze zonnepanelen meet. Met die data wordt allerlei slimme dingen dadelijk gedaan. Daar gaan we aan rekenen en dan gaan we op een regelstrategie ontwikkelen. En naast de datacollectie van de 33 energie-neutrale woningen gaan we zeer binnenkort in de vruchtenbuurt een campagne starten om een groot aantal slimme meters daar te gaan meten. Want het smart grid is niet primair bedoeld voor die 33 gelukkige gezinnen van Groene Mint. Die is met name bedoeld om in de vruchtenbuurt haar werk te gaan doen. En dan moeten we ook data hebben van de huizen die daar zijn. Dus en met wie doen jullie het smart grid experiment? Wat zeg je? Met wie doen jullie het smart grid element? Is dat met steden? Er zijn een groot aantal partners. Ik noem al de gemeente. Ik noem de Haagse Hogeschool. Ik noem Steding. Uh-huh. Ik noem Spectral Energy, die onze systeemleverancier is. Ja. Ik noem een firma, een blockchain firma, die in Berlijn zit. In Grid Singularity. En dan ben ik nog niet helemaal het rijtje door. Maar een belangrijke andere partner is Duurzame Vruchtenbuurt, beter bekend als Warm in de Wijk. En dat is ook een partner van ons project, omdat de elektriciteit en het warmtenet straks van alles met elkaar te maken gaan hebben. Okay. Dus een groot aantal partners en het rijtje met partners zal waarschijnlijk ook niet op dit moment eindig zijn. Dat groeit. En van het Haagse Hogeschool is dat vooral ook Sander Mertens? Of? Ja, dat klopt. Met de Haagse Hogeschool werken we met Sander Mertens samen. En de relatie met de TU in Delft, die is ook meer dan volwassen te noemen. Oké, mooi. Dankjewel. Denk ik George Mulders. Ga je gang. Oké, okay. Ja, ik was al even een bericht aan het typen om het gemakkelijker te maken, maar dat maakt niet uit. De Groene Smaragd, zoals je weet, is een actie van mij uit om VVE'en te koppelen in een directe buurt, om gezamenlijk actie te ondernemen, om te isoleren en om minder energie te gebruiken. In Mariehoeve, hè? Sorry? In Mariehoeve is dat. Mariehoeve, ja. En we liggen een beetje stil, we kunnen niet bij elkaar komen. De groep was 10 tot 15 man, maar ik heb alleen nog maar contact met een paar. Ik ben nu bezig met een website, daar kan ik een stuk van mijn subsidie voor gebruiken. En wat dat betreft was het interessant wat Johan uit Moerwijk zei, die kenniswebsite, daar ben ik mee bezig. En misschien kunnen we gezamenlijk iets van de grond tillen. Dan wat mij opgevallen is, ik ben aan het inventariseren. En wat blijkt, dat zelfs kleine appartementengebouwen, als je denkt dat je die via energietransitie gezamenlijk over kan zetten op een ander warmtesysteem, dan blijkt dat zelfs in een klein appartementengebouw van 24 appartementen er 4 verschillende stookmethoden zijn. Ja, hout, gas, elektra en nog op een andere manier. Dus als je die gezamenlijk wil overzetten ergens anders naartoe, dan stuiter je tegen een heleboel, hele grote diversiteit aan. Die dakenjacht, daar wil ik ook even op inspringen. Daar wil ik heel graag aan meedoen, want we hebben grote daken en daar zouden we essentieel een bijdrage in kunnen leveren. Ik laat het daar even bij. Oké, dankjewel. Ik zie handje bij José van Eindhoven in ieder geval, vanuit Benoordenhout. Ja, ik wil eerst zeggen, we hebben een grote groep actievelingen. Daarvan zijn er 3 hier, naast mij Harry Gernaat en Cas Groothuis. Het zijn ongeveer 40 mensen en ja, die zijn voor het grootste deel ijverig bezig, maar we hebben wel gebrek aan onderlinge afstemming. En we hebben onlangs, het belangrijkste op dit moment is een campagne om de wijk in te gaan. En
We schrijven ook, of er komen ook artikelen in het Wijkblad. En die twee groepen, ja, die moeten binnenkort weer met elkaar in gesprek, omdat ze vinden dat ze wat duidelijker op elkaar af moeten stemmen. Nou, dat is een algemeen punt. En verder wil ik graag het woord aan Harry en aan Harry Gernaat en Cas Groothuis geven. Harry, die is bezig met isoleren. En ook de vraag van, nou, wat kunnen we doen met VVE's? Want er zijn veel meer VVE's in onze wijk dan iedereen denkt. Iedereen denkt dat is een rijke wijk, maar dat wisselt nogal. En Cas Groothuis, die is degene die nu met collectief warmte dingen bezig is. Maar ook, ja, de campagne is eigenlijk de wijk in. Maar door corona kun je natuurlijk moeilijk fysiek de wijk ingaan. Dus de grote bijeenkomsten zijn voorlopig afgelast. Maar Cas is wel bezig met allerlei proefsessies organiseren. Om te kijken, ja, wat mensen kunnen en vinden. En nou ja, Cas kan daar meer over zeggen dan ik. Want ik heb morgen pas een proefsessie. Oké, dus korte toelichting van Harry en Cas op jullie activiteiten daar nog. Harry? Harry, ja, is bij. Ik ben, oh. Ja? Cas. Ja. Harry, ga je gang. Jij eerst. Oké, ik ben bezig met zorgpanelen en met isoleren. Op isolerengebied hebben we op dit moment 10 coaches, maar dat ligt. Die coachgesprekken liggen natuurlijk stil vanwege corona. We zijn wel bezig met het inrichten van nieuwe diensten tussen haakjes, zal ik maar zeggen. Eén daarvan is de VVE-begeleiding, waar José het al over had. Daar zijn we druk mee om dat samen met de VVE, Bali en andere partners in te gaan richten. En we zijn ook coaches aan het trainen, dat doen we virtueel via home. En we zijn bezig om samen met de Groene Regentest en met Gasvrije Scheveningen een gezamenlijke aanpak op energiecoachgebied gestalte te geven. En dat noemen we dan de HEBA, de Haagse Energiebesparing aanpakken. En daar is Lennart en Duurzaam Den Haag ook bij betrokken. Op zonnepanelengebied zijn we bezig om te kijken van hoe kunnen we onze acties in de wijk een betere vorm geven, zodat we een groter publiek bestrijken door een betere campagne te voeren. We hebben daar, kijken daar ook naar voorbeelden die in Den Haag zijn gedaan door andere wijken. En daar wilde ik het even bij laten. Oké, dankjewel. Cas? Ja, Groothuis? We hebben afgelopen jaar het levend model afgerond. We noemen dat nu tegenwoordig het wijkenergieplatform. Dat is een top-down en bottom-up model. Top-down kunnen we scenario's doorrekenen. Ja, zoals geothermie of warmtenetten of hybride oplossingen. En bottom-up is een manier voor bewoners om de gegevens van hun huis in te vullen en ook uit te kunnen zoeken wat voor mogelijkheden ze hebben voor isolatie en dergelijke. Het is een levend model, dus we zijn niet gegaan voor een studie, maar we zijn gegaan voor dit specifieke levend model, zodat we dat in de komende jaren, als er nieuwe technologieën beschikbaar komen, kunnen we dat aanpassen. En in de tussentijd verzamelen we ook gegevens van de bewoners. Die gegevens zijn privé en die kunnen alleen op postcode 6 niveau of op clusterniveau gedeeld worden met anderen. Dat voor zover het energieplatform. Over dat platform hebben jullie al ervaring hoe mensen daar aan meedoen? Want jullie hebben dat begin maart nog net kunnen presenteren aan de wijk. Maar ik weet niet in hoeverre er ook echt nu gebruik van gemaakt wordt. Is er al iets over? We zijn nu, wat José net vertelde, we zijn nu bezig met proefsessies. En ja, in die proefsessies met bewoners, en dat doen we allemaal virtueel, gebruiken we eerst de groep van 40 vrijwilligers om daarmee te testen of de presentatie die we virtueel geven, of die klopt. En daar kunnen we dan nog aan schuiven, aan bijschaven. Het campagneteam wil eind mei echt de wijk in met de bewoners. En dan gaan we presenteren aan de bewoners A, wat de scenario's zijn.
En B, wat bewoners kunnen doen om dat formulier zeg maar in te vullen en de gegevens beschikbaar te maken aan duurzaam binnenorde hout. Ja, en dat de wijk nou, wil je dan ook dat fysiek gaan doen? Nee, in eerste instantie, zolang corona is, gaan we dat virtueel doen. Ja. We hebben een datumprikker en daar kunnen mensen op inschrijven via de website van Duurzaam Benoorde Hout. En de bedoeling is dat we in het komende jaar, of dit jaar, zoveel mogelijk informatie gaan verzamelen van bewoners en feedback krijgen van bewoners. Wat zij belangrijk vinden, zeg maar, om in de keuzes die we presenteren. Ja. Oké, dankjewel. Sorry, daarom. José, heb jij nog een laatste aanvulling hierop of is dat iets nieuws? Even nadenken. Ik dacht even van wel, maar ik ben het nu kwijtgeraakt. Oké, nou anders gaan we naar een volgende. Ik zie zelf even geen handjes. Cas, heb jij nog? Ja, Lars? Ik heb Wim, Wim van der Valk heb ik hier. Oké, Wim van de Zeeheldenbuurt. Duurzame Zeehelden. Ja? Ja, ga je gang? Ja. Nou, wij zijn met een paar dingen bezig, onder andere de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. En we hebben wat rondwandelingen georganiseerd. Dat was allemaal nog voor de corona natuurlijk. Wandelingen bij mensen die zowel van het gas af zijn als besparende maatregelen hebben genomen. Om te kijken wat zijn nou de investeringen en de maatregelen die je zou kunnen nemen. En we zijn op dit moment druk nog bezig met met het verduurzamen van een project voor de parkeergarage in de Prins Hendrikstraat. Ja. Dat is een vrij groot parkeergarage. Dat doen we onder andere met Duurzaam Den Haag en nog een aantal andere participanten. We zijn aan het kijken of we daar een dak met zonnepanelen op zouden kunnen maken. We zijn daar druk bezig om aan de hand van een aantal businessmodellen, zoals de Groene Regen Test die ook opgesteld heeft, voor hun eigen zonnepanelenprojecten, om dat te kijken of we dat haalbaar kunnen krijgen. Waar we nu een beetje tegenaan lopen, is dat we de draagvlak van de omwonenden en de bewoners zouden willen vergroten. Dat lukt in deze coronatijdperk wat lastig. Maar we hebben daar wel een klein overlegje met gehad met bewoners die in het het hofje wat ernaast zit, daar hebben we wel een overlegje mee gehad. Die staan er redelijk positief in. We gaan volgende week hebben een afspraak met Solar Energie om te kijken of het voorstel wat we gedaan hebben wat betreft de zonnepanelen, of dat beter en efficiënter en wat de opbrengsten daarvan precies zou kunnen zijn, zodat we dat in het businessmodel wat wij gebaseerd hebben op het businessmodel van de Groene Regentest, of we dat kunnen gebruiken. En dan willen wij eigenlijk, want een eerste initiatief hebben we het in het HIT, het Haagse initiatieventeam, besproken. En daar hadden we een aantal vragen van meegekregen, die proberen we zoveel mogelijk te antwoorden en hopen we op een volgende HIT-team bespreking te krijgen. Want waar wij met name tegenaan lopen is dat wij het financieel wel rondkrijgen wat betreft de zonnepanelen, maar omdat er geen parkeerplaatsen verloren mogen gaan, hebben we ook nog wel een constructie nodig voor het parkeerdak. Ja. Met name de financiering van dat laatste, van die hele constructie, daar moeten we een medewerking van de gemeente voor zien te krijgen. Althans, dat is onze vraag. En als ik goed begrijp, voor dat draagvlak en het betrekken van de buurt, daarbij zoeken jullie eigenlijk ook nog wel hoe je dat in deze tijd zou kunnen organiseren. Ja. Dus dat is nog wel iets wat we. Want ik denk dat dat in meerdere buurten ook wel speelt en dat sommigen daar misschien al wel stappen in zetten. En dan kunnen we misschien kijken hoe we daar ook de andere buurten weer van kunnen laten profiteren of leren. Ja. Dus dat is misschien ook wel een goede voor een volgende bijeenkomst of een wat kleinschaliger sessie met de mensen die daar mee bezig zijn. Oké, wie is als volgende? Ik zie nog een handje bij Ellie in ieder geval. Ja. Ga je gang. Oké, dankjewel. Het is dezelfde thematiek die ik net al aanzei, maar dat hebben we in de buurt. Daar komt het natuurlijk vandaan, Mariehoeven. Dus we wilden daarover een bijeenkomst in de wijk organiseren. Lukt niet door de corona.
Dus uiteindelijk ben ik zelf in de pen geklommen en heb ik een pleidooi gehouden, bericht uit Mariahoeve, om met een voorstel om aan de ene kant uit te gaan van het initiatief en met de regie van de gemeente, zoals het plan er nu ligt voor de wijk, maar tegelijkertijd ook daarnaast het alternatieve plan te doen. Vanuit de integrale manier. Wat is daar het belangrijkste van? Het gaat over lokaal eigenaarschap, zeggenschap en samenhang met andere dingen. En het blijkt, dat heeft inderdaad, zijn wij in contact, Johan zei het net al, ook met CEMAG, omdat die vanuit de technische manier van kijken juist ook deze manier van kijken meeneemt. Dus dat is één. Ja. En daarin zijn we ook mee bezig om een gebiedscoöperatie op te richten, Mariahoeve. Dat is precies om dat verder te ondersteunen. Maar dat pleidooi, dat hebben we gestuurd naar drie wethouders. Lisbeth van Tongeren, Saskia Branes, die is verantwoordelijk voor Haagse Hout. En ook Bert van Alphen van Sociale Zaken. En dat laatste is omdat we zeggen, we willen die twee scenario's, maar de twee scenario's willen we ook graag een social impact assessment op hebben. Ik heb het al eens eerder genoemd, want dan kan je namelijk zien, wat is de sociale uitwerking van beide scenario's? Je kunt daar een hele lange ideologische discussie over houden, maar dit is een manier om dat, laten we zeggen, echt zichtbaar te maken. Want het aardige van zo'n social impact assessment, sociale effectrapportage, is dat je daarmee ook alle groepen uit de buurt erbij betrekt. Dus dan heb je ook meteen, raak je weg uit die kleine beperkte koplopersgroep. Nee, dat wordt professioneel gedaan en die weten heel goed welke verschillende sociaal-economische en culturele, ik weet niet wat, groepen je naar voren moet halen om dat zichtbaar te krijgen. Nou, die brief, daar heeft Lisbeth van Tongeren af op gereageerd. Die wil met de wijk hierover in gesprek. En dus dat gesprek wachten we nu even af. En ik denk dat het wel past bij de discussie die ook breed gedragen wordt. Ja, nee, breed nu aangaan wordt. Benieuwd wat daar uitkomt uit dat gesprek en of dat inderdaad ook in andere buurten dan... En nog de laatste opmerking is, of nee, het zijn twee nog. We zijn inderdaad in contact met Moerwijk en Molenwijk. Ja, waarom? Omdat daar ook die... ten eerste is daar ook een wijkcoöperatie opgericht in Moerwijk, hè, waar Johan het net over had. En ten tweede hebben die dus samen met Duurzaam Den Haag die studie laten uitvoeren. Nou, dat is precies de studie die wij ook in Mariahoeve willen. Vanuit onze kant... geven wij dan een extra daarop van, oké, dan kan je misschien die social impact assessment daar ook doen. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat wat ingezet is, nog even Wendelijn over het hele proces, ja, vanuit de gemeente is aangegeven van focuswijken, verschillende type focuswijken enzovoort om te beginnen en daar lessen uit te trekken. Nou, nu kunnen we daar volgens mij zijn op een punt aangekomen om die lessen te gaan trekken aan het begin. En ik zou graag willen ook, dat we nu ook die dwarsverbanden veel meer gaan leggen. In plaats van dat we doorgaan op waar het op ingezet is. Nou nee, dat was om te voelen, om te kijken, om te onderzoeken. Ja. Dus dat punt is wat mij betreft nu bereikt. Dat is een prachtig punt. Ja, misschien even goed voor iedereen ook om te weten, voor zover dat niet bekend is. Er is ook een overleg tussen die focuswijken. Waarbij een aantal bewonersinitiatieven deelnemen die zelf trekker zijn, gemeentelijke projectleiders die daar trekker zijn en Duurzaam Den Haag die ook in drie buurten medetrekker is samen met bewoners. Alleen die heeft ook door de coronacrisis afgelopen maanden is die nog niet bijeen geweest. Die zou wel binnenkort begin juni weer bijeenkomen. En volgens mij is een van de vragen daar ook wel in hoeverre daar misschien... ja, verbreding mogelijk is met andere buurten die ook al wat een stapje verder zijn. Of inderdaad bewonersinitiatieven die ook op het punt komen dat ze daar actief van die lessen gebruik kunnen gaan maken. Of aan kunnen bijdragen. Dus dat lijkt me inderdaad ook een punt daar om binnenkort eens goed te kijken of die groep verbreed kan worden. Dus dat zal dan ook wel weer terugkomen. Ik zag bij Ina Topman nog een handje opgestoken. Ina, welke buurt ben jij ook alweer?
Ik ben van de Vruchtenbuurt. Ik ben bestuurslid van de coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt. Ik ben voor het eerst, dus ik zie jullie al. Welkom. Dankjewel. Wij zijn eigenlijk wel druk bezig geweest met het pioniersproject. En dat is lastig om dat nou ook echt van de grond te krijgen. Er is subsidie aangevraagd bij de Europese, bij de EU. En dat is in principe toegekend, maar het is nog heel lastig om daar dan ook echt geld voor los te krijgen. Want het moet naar de provincie, het wordt aan de provincie gegeven. En die krijgen dat in beheer. En dan moet de gemeente initiatief van ons dan weer honoreren met financiën. En wat wij nodig hebben is iemand die gewoon dat kan trekken. En daar hebben we niet een stukje van 2 maanden voor nodig, maar gewoon een langduriger. Iemand die zich echt daar helemaal mee in kan verdiepen voor een aantal dagen in de week. Gedurende en dat is ook redelijk professioneel werk natuurlijk, met alle eisen die aan zo'n EU-subsidie et cetera zitten. Ja, ja. En is daar ook met de gemeente al gesprek over hoe dat getrokken kan worden? Of zoeken jullie daar nog naar? Nou, daar zijn we over in overleg, dat wij dat willen. Dus het is nu eens discussie over aan welke voorwaarden moet dat voldoen. En wij hebben natuurlijk het liefst iets aan iemand uit de wijk. Maar het moet dan toch Europees aanbesteed. En ik denk, waar hebben we het dan over als coöperatie van een buurt? Ja. En we lopen wel een beetje vast, we worden wel wat weerhouden door die coronacrisis. Een van de belangrijkste manieren om met elkaar in contact te zijn was bewonersbijeenkomsten, over allerlei onderwerpen praten, algemene ledenvergadering, die is niet doorgegaan, want dat kon niet meer. Dus we zijn een beetje op zoek nu naar hoe gaan we het nu inrichten. Of dat ook digitaal kan. Wat zeg je? Of dat ook digitaal kan, dat soort bijeenkomsten. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. We hebben nu 3 onderwerpen waar we ons op willen focussen, die je dan natuurlijk in een kleiner verband digitaal kan uitwerken. Dat is de intentieverklaring. Er moet een intentieverklaring komen tussen de gemeente, Duurzame Vruchtenbuurt en net verder van Stedin en Dunea, want die subsidie voor dat pioniersproject is Aquatemie, speciaal daarvoor gericht. Dat is 1 onderwerp, dat moet eigenlijk wel snel gebeuren. En dan hebben we natuurlijk een participatietraject wat uitgezet moet worden. En we hebben de governance, daar waar Johan Apeldoorn ook over had. Vond ik wel zinvolle aanvullingen. Dus dat is waar we nu mee bezig zijn. En we zijn zelf maar ook wel eventjes een beetje door de corona weerhouden om van alles te doen. Ja. Maar dat gaat nu denk ik wel weer verder. Ja. Oké, dankjewel. Ik zie Lars Nanninga van Bloemen en Bomenbuurt. Heel goed. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Leuk om jullie te zien. We hebben 2 bijeenkomsten gehad, ook op deze manier. Dat ging trouwens niet helemaal van een leien dakje. Maar goed, daar moet misschien dan ook een keer een cursus in komen. Af en toe zoomt mijn camera in. Dat is als ik aan iets heel slechts denk. Maar daar kan ik verder niks aan doen. Dat is echt... we hebben een drietal initiatieven die we helaas nog niet kunnen uitvoeren. Dat zijn de energiecoaches, ons project met de warmtecamera. We hebben er meerdere. En de energy parties. Dus het is jammer dat nu stil ligt. We zijn met 2 zaken bezig met het Hoogheemraadschap van Delfland. Daar is weer een subsidieronde voor. Dat willen we dan koppelen aan het afkoppelen. En ik heb eentje even gepubliceerd over het groene gas hier van de Houtrust afvalwaterzuiveringsinstallatie. En het is toch een beetje gek dat we 2 keer voor onze kak moeten betalen. 1 keer voor de afvoer en 1 keer als het dan weer gas wordt. Dus ik heb geprobeerd of we daar iets aan kunnen doen, maar dat is nu ook lastig communiceren. We hebben lang gesproken over het waterzijdig inregelen, waar Charlotte straks nog iets over gaat zeggen. Ik zal niet zeggen wat de conclusie is. En wat betreft het concept stedelijk energieplan, hebben we ons gefocust op de lasten.
Wordt dat nou voornamelijk vaste lasten en een stukje voor het verbruik? Het zou natuurlijk mooi zijn als dat natuurlijk alleen maar verbruik gerelateerd is. Want als het, die vaste lasten is mijn eigen ervaring met stadsverwarming, die zijn gigantisch. En dat is nu al duurder dan überhaupt het hele verbruik hier, wat ik zelf bijvoorbeeld heb. Want met deze schitterende luchten, die zonnepanelen, die zorgen voor een netto resultaat al de afgelopen maanden. En het zijn er maar 6. Ja. Dus het is natuurlijk ongelooflijk. En als dat door dat stedelijk energieplan teniet wordt gedaan, dat is toch een beetje veel. Ik wil graag 2 initiatieven noemen waar ik in mee heb gedaan op aanraden. Bijvoorbeeld van Ellie, dat was de lsabewoners.nl. Vond ik een hele leerzame sessie met leuke initiatieven in Rotterdam. Hoe heet de wijk ook alweer? Waarschijnlijk Delfshaven, denk ik. Ja, is het inderdaad Delfshaven. Vond ik heel leuk. En eentje, de gezonde stad. .org, die werd ook genoemd. Ook leuke kleine initiatieven om inzicht en informatie te verspreiden, vond ik ook goed. En LSA is landelijke organisatie voor ondersteuning van actieve bewoners, hè? Een landelijk samenwerkingsverbond actieve bewonersorganisaties, LSA. Ja, ik raad mensen aan om daar even te snuffelen, want het is altijd goed voor de inspiratie, zeker vandaag de dag. Dan als laatste de Abeelschool hier, die zonnepanelenproject loopt heel goed en het project wordt zelfs uitgebreid daar. Dus het is nu ook gewoon een initiatief in de buurt waar wij verder niet zoveel mee te maken hebben, behalve dat wij daar reclame voor maken. Maar dat is echt een initiatief in de buurt wat nu loopt. En daar is, dat gaat goed. Dus dat wil ik nog even als lichtpuntje noemen. Oké, mooi, dankjewel. Ik zie nog, even kijken, zijn er nog mensen die... We hebben in de chat hebben we een aantal updates gekregen. We hebben onder andere Rutger uit de Vogelwijk, heeft hier snel 3 punten neergezet waar zij mee bezig zijn. Even oplezen. We zijn de resultaten aan het ophalen van onze Zet hem op 70 actie afgelopen winter in navolging van de Vruchtenbuurt. Veel geleerd, prachtig dat Statenkwartier en Scheveningen dit nu ook weer een stap verder nemen. We gaan er mogelijk ook een vervolg aan breien, omdat het afgelopen winter natuurlijk niet echt koud is geweest. Punt 2 is, voortbouwend op de winststudie, komt er een nieuwe studie door DWA naar beste energiesysteem voor de wijk en beschrijving van een kansrijk startproject. Gemeente in de lead. Nummer 3, bestuur heeft een gesprek gehad met wethouder, heel positief, maar we zijn er nog niet. Openstaande aandachtspunten zullen we nog schriftelijk inbrengen bij Wendelijn. Dus dat is de update vanuit Vogelwijk. Daarnaast heb ik nog van David vanuit Wateringsveld toegekregen gekregen dat samenwerking met bewonersplatform ontwikkeld is, maar door de crisis zijn de geplande acties uitgesteld. En verder zou ik iedereen zeggen, nog even nalezen. Er zijn wat handige links gedeeld in de chat. Dus nogmaals, we zullen een volledig transcript meesturen met de e-mail waar de video bij zit. Dus iedereen kan het op zijn gemakje doorlezen. Oké, dankjewel. Als er verder geen buurten meer zijn die een update willen geven, dan wil ik eigenlijk even naar Charlotte en Ron Lazaroms. Charlotte Bos van Duurzaam Haag en Ron Lazaroms van gemeente Den Haag. Over het waterzijdig inregelen. Even een korte update van de stand van zaken en misschien een oproep van jullie. En aankondiging dat we daar een volgende keer wat dieper op door kunnen gaan. Charlotte, zal ik bij jou beginnen? Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Dank dat Ron en ik hierbij mogen zijn om iets kort te vertellen over het waterzijdig inregelen. Een aantal heb ik aan Reinder en hier al over gesproken. Het gaat erom dat wij bezig zijn met een bewustwordingscampagne om samen met de financiering van de provincie Zuid-Holland en een voucher van de gemeente Den Haag van via Ron, om daar 2000 tot 4000 woningen in Den Haag waterzijdig te laten inregelen. En dat willen we graag samen doen met 10 buurtinitiatieven. Daarom hebben wij, Reiner en ik, ook al gesprek hierover gevoerd.
En een aantal is hier ook voortvarend mee aan de slag gegaan. Waaronder duurzaam benoorde hout. Met Harry heb ik net voor de vergadering nog contact gehad over een instructie voor de energiecoaches. En dat, nou, dat ziet er goed uit. Maar zoals jullie begrijpen, met corona staat het een en ander op on hold. We hadden bijeenkomsten gepland samen met buurtinitiatieven, campagnes. Ja, en dat is nu allemaal ietsje anders geworden. De gedachte is dat een buurtinitiatief zelf, als die dat wil, een bijeenkomst ook over waterzijdig inregelen, samen met onze ondersteuning organiseert. Daar ook natuurlijk een bedragje daarvoor tegenover staat, zodat de kop koffie of andere faciliteiten, dat wij dat financieel voor ons rekening nemen. En, maar het kan ook zijn dat een buurtinitiatief liever zegt van, ik wil alleen maar bijvoorbeeld de buurtmedia bij helpen. Dat kan ook, zoals omdat ze heel klein, een klein buurtteam hebben of druk met andere zaken, zoals bijvoorbeeld Zeeheldennieuws. Nou, het mooie is, we hebben een aantal campagnes kunnen uitrollen via de Stadkrant of Zeeheldennieuws of inderdaad via duurzaam benoorde hout. Dus dank daarvoor. Maar wij zoeken nu eigenlijk nog wat buurtinitiatieven om samen mee te werken. En daar zou ik graag volgende keer aandacht willen besteden. En ook meer dieper ingaan. Wat is dat nou precies? Want er zit heel veel techniek omheen en vragen. Als dat zo meteen gesteld kan worden. Nou, ik kijk ook even naar Ron. Die zou dat ook kunnen. We zijn ook bezig met de financiering. Want dat is behalve, hè, je doet het voor het comfort. Maar de financiering hiervan. En die paar honderd tot duizend euro per woning is best, dat speelt mee. We zijn bezig met een ESCO. En een ESCO is een financieringsconstructie, waarbij eigenlijk het bedrag wat je betaalt aan je vaste lasten hetzelfde blijft. Maar je betaalt daarmee af het bedrag, die investering die je hebt gedaan om waterzijdig in te regelen. Of dat lukt, dat weet ik niet. Daar zijn we mee aan de slag met Reiner. Die heeft er veel ervaring in. Maar dat zou een hele mooie constructie zijn. Zodat je eigenlijk budgetneutraal je cv-installatie laat inregelen. En dan na 2 tot 4 jaar de afbetaling hebt gedaan. Daar hou ik jullie graag op de hoogte. We zijn ook bezig met een samenwerking te onderzoeken van Energy Guards. Jullie waarschijnlijk wel bekend. En we zijn ook bezig met een webinar met Gasvrij Scheveningen, omdat u ook een bijeenkomst over de kleine maatregelen wilde doen, met eventueel een in slipstream aandacht voor WZI. En dan wil ik al jullie al ook aanbieden, als jullie ook behoefte hebben aan kennis of ondersteuning met de logistiek of de techniek voor het organiseren van een webinar. Daar kunnen Cas en Amber of ik jullie ook bij helpen met adviezen. Stuur anders een mailtje of bel ons. Maar we zijn daar in ieder geval met Gasvrij Scheveningen. En volgende week ook met Tom Edgedy met voor de Staatskwartier kijken. Hoe kunnen we nou een webinar voor nu organiseren om de community te bereiken. En wij gaan ook een livestream doen. Vanuit DDH ook over waterzijdig inregelen, samen met de installateur en met Ron. En hopelijk dan een animatie waar we mee bezig zijn. Een korte animatie van 1 minuut, om ook bewoners te enthousiasmeren om mee te doen. En waarvoor ook een aantal buurtinitiatief input heeft geleverd aan Kassen op mij. Dus ook weer veel dank, want dat is gewoon heel nuttig. En is al bekend wanneer die livestream zal zijn, Charlotte? De gedachte is begin juni, 4 juni, okay. Donderdag 4 juni. Maar het hangt vanaf of de animatie dan al klaar is en anders wordt het 1 week later. Oké. Okay. Maar dan krijgen jullie natuurlijk ook, worden jullie op de hoogte van gehouden. En ik ben natuurlijk heel benieuwd, Lars, wat de uitslag is. Of wil je van de bijeenkomst, of wil je dat liever straks vertellen? En het tweede is natuurlijk, Ron, als er vragen zijn, wil ik ook even kijken naar Ron, die zichzelf dan ook kan introduceren. Nou, ik heb hier in ieder geval al 1 vraag in de chat van Juri. Wat willen jullie van een bewoner en wat kost het de bewoner los van het aflossen? Ron, wil jij die vraag beantwoorden? Van een bewoner willen we niet zoveel.
wat Charlotte al vertelde van via Charlotte is een vuiltje beschikbaar. Die vuiltje die gaat naar de installateur. Die installateur die komt langs, die kijkt wat er moet gebeuren. Die maakt een offerte, een advies. En de kosten daarvan zijn, wat Charlotte al zei, zo'n 500.000 euro. Wat er gebeurt in die woning is dat bij voorkeur buiten het stookseizoen het water uit de installatie gaat. De kranen aan de radiatoren worden vervangen. Er komen nieuwe kranen op die uiteindelijk precies de hoeveelheid water geven die nodig is voor die radiator om die ruimte te vervangen. De ketel die wordt, voor zover die in de stad nog niet op 70 staat, want er worden er steeds meer op 70 gezet, of misschien nog wel lager. En het comfort in de woning neemt toe. Tikken neemt af, dat ding gaat langer mee, die ketel. En heel belangrijk, er vindt een energiebesparing plaats van tot zo'n 20%. En dat is het enige. En ja, na die tijd wordt natuurlijk, als die kranen vervangen zijn, wordt het water weer gevuld, lager gezet, wat ik net al zei. En de zaak is, het is in een halve dag is het gepiept meestal. En rond die 20%, is dat een soort gemiddeld of is dat een soort maximum als je een hele slecht afgestelde situatie hebt? Of, kun je nou, er zijn eigenlijk, met een uitzondering naar, zijn er geen goed ingestelde installaties aanwezig. Dus er is, ik zeg nu maar tot 20%. Dat zal soms iets lager zijn, zo'n 15%. Het principe is eigenlijk dat een installatie, ondanks dat je een HR-ketel hebt, werkt die ketel niet als een HR-ketel. Omdat een HR-ketel pas werkt als er goed afgekoeld water teruggevoerd wordt naar de ketel. Daardoor wordt die afgekoelde warmte ingezet om de condens in het rookgassenafvoer te laten condenseren. En die warmte, die wordt opnieuw ingezet om het nieuwe toegevoegde water te verwarmen. En in alle installaties die nu draaien in Nederland, gebeurt dat niet. Je hebt dan weliswaar een HR-ketel hangen en je hebt ervoor betaald. Maar hij werkt nooit als een HR-ketel. En daarin zit de grote besparing. Oké. Okay. Zijn er nog andere vragen op dit moment hierover? Dan hebben we nog een tip, opmerking van Rutger. Hoijslot en Ron. Het belangrijkste doel van baatzijdig inregelen is dat het je in staat stelt om je huis op lagere temperatuur te verwarmen. Omdat warmte goed verdeeld wordt, dus mooi om te combineren met een zet hem op 70 of lager actie. Ja. En dan zegt Harry op dat de Rutger, dat is inderdaad hoe wij Benoordenhout dat willen presenteren. Ja, dankjewel. En dat is inderdaad ook de gedachte bijvoorbeeld bij gasvrij Scheveningen. Maar, dus dank, dat is terecht. Ik zie een handje bij Joeri in ieder geval. Ja, lijkt me zeer, zeer zinnig hoor, om die waterzijdig inrichten te doen. Maar de prijs daarvan, daar kan ik me ook van voorstellen dat het dan dus bijvoorbeeld de moeite waard is om te zeggen van goh, kun je het combineren met vloerverwarming, zodat je je water dat uit de radiatoren komt eerst nog via de vloer stuurt. Dan heb je ook heel lage temperatuur retour. En dan heb je ook meteen een groter oppervlak, waardoor je ook tegelijkertijd een volgende stap kan nemen, dat je naar lage temperatuur verwarming gaat. Dus ik vind het heel goed dat op deze in-huis dingen wordt ingezet, want dat is echt een enorme mijlpaal in het denken. Maar ik zou het iets breder het advies willen hebben, of iets breder ook de support vanuit de gemeente, dan alleen het waterzijdig inrichten. Zie je dat als een soort standaard vloerverwarming, of meer op het moment dat iemand toch zijn vloer gaat vervangen of zo? Want het is dan wat groter ingediend. Je zou kunnen zeggen van, goh, wil je wandverwarming of plafondverwarming of weet ik wat, daar mag je deze subsidie of dit verhaal ook voor gebruiken. En ja, ik een combi maken. Dat je kijkt van, hé, hey, op het moment dat je dit systeem doet, maar jouw verwarmingen zijn al in balans, of die zijn redelijk goed in balans te krijgen met de huidige radiatorkranen, dan kun je ook gewoon in de cv-ketel de pomp op een veel lagere pompsnelheid zetten. Ja, dat hoort er zeker bij. Dus ik kan me voorstellen dat het breder kan worden ingezet met allerlei oplossingen in huis, die veel meer kansen geven ook om nog verder door te pakken dan dat je op de 70 graden van een HR-ketel terechtkomt. Nee, maar ik noemde 70 als een soort aanzet. Maar hoe lager de temperatuur is, 70 graden is nog beter. Want dan is de temperatuur van het water nog lager en dan gaat het afkoelen van het condenswater nog veel beter. Overigens moet je ook een vloerverwarming
eigenlijk goed waterzijdig inregelen. Omdat dan ook het water het beste over alle velden verdeeld wordt. En als je een warmtepomp gaat nemen, kun je niet zonder waterzijdig inregelen. En zelfs voor het rendement van een warmtenet is het belangrijk dat het water wat de woningen weer verlaat ook voldoende afgekoeld is om het rendement van het warmtenet optimaal te laten zijn. Dus ook dan is eigenlijk noodzakelijk dat eigenlijk moet iedere woning in Den Haag waterzijdig ingeregeld worden de komende jaren. Ja. En Ron, nog heel even een vraagje specifiek over die installateurs. Die zijn hier dus echt goed op getraind, hè? Want mijn ervaring is ook wel dat sommige installateurs hier heel weinig van afweten. Ja, we hebben installateurs genomen die om te beginnen allemaal gediplomeerd zijn, een vakdiploma hebben. Dat lijkt heel logisch, maar dat is maar een heel klein deel van de installateurs die beschikbaar zijn in de stad. Het grootste gedeelte heeft gewoon geen vakdiploma. Ze worden daartoe nu wel door de koolmonoxideproblemen verplicht om het komend jaar een klein vakdiplomaatje te halen. Verder is hebben ze allemaal aangegeven zich daarin niet bekwaam te hebben en daar ook belangstelling voor te hebben. Dus we hebben er uiteindelijk maar, ik geloof 14 of 16 momenteel. 14. Ja. Op onze website. Van de honderden installateurs die er zijn in de stad. En die gaan er ook voor. Dus daar is nog een flinke slag te maken, zeg maar. Jawel, maar ja, je moet beginnen. Hè? Ja. En op het moment dat er dus mensen een installateur hebben, die zeggen van, ik kan mijn eigen huisinstallateur niet doen, dan kunnen ze gewoon bellen. En dan op die manier kunnen we kijken of ze erbij kunnen betrekken. Ja. Dus op die manier wil je ook die groep vergroten. We hebben ook dit jaar nog geld om een deel van de installateurs die er belangstelling voor hebben, ook nog gratis een cursus te laten doen. Oké, heel goed. Ik zie nog handjes bij Lars. Ah. En daarna ook. Mag ik nog één aanvulling doen? Dank Ron. Het is voor woningen, maar ook voor VVE's interessant. Omdat ik voor een aantal initiatieven zeg, wij hebben veel VVE's. Maar zeker daarvoor is het ook interessant. Dus neem het mee, zou ik zeggen. Ja, de VVE's is nog een aparte regeling voor. Kom je inderdaad met één keer met een groep van zo'n 30 woningen, zoals een VVE, en zegt van, er hoeft niet eerst een onderzoekje plaats te vinden. Wij willen het gewoon. Dan is de subsidie nog net iets groter. En dan weet Charlotte precies te vertellen hoe dat moet. Er is iemand van de gemeente Naak, zal zijn naam ook noemen, is Arthur de Kruijf. Die kan het dan regelen dat je in één keer zo'n 90 euro per woning zelfs krijgt. En dat geldt dan, heb je dan ook voor een deel nodig, ook voor onderzoekkosten. En voor een deel kun je het ook tegelijk in de installatie stoppen. Oké. Lars? Een aantal vragen die zijn al gesteld. Nou, geloof ik dat ik het bedrag dat het een en ander kost toch niet goed heb verstaan. Maar dat hoor ik zo nog wel een keer. We hebben namens de BOP aardig wat vragen ingediend. Ik hoop daar nog, naar aanleiding van het voorlopige instructiefilmpje, daar meteen ook alle vragen ingediend van, we willen het verhaal natuurlijk verder vertellen, maar dan moeten we er zelf wel achter staan. Geen van de mensen kon zich daar iets bij voorstellen, want ja, die woningen die zijn in het algemeen gelijkvloers. En hoe dat dan werkt als je in de woonkamer zit en verder is de woning niet in gebruik, ja. Het ging allemaal een beetje, we konden ons er geen goede voorstelling bij maken. Als ik dan denk aan mijn eigen woning, die dan 3 lagen boven elkaar is. En dan kijk ik naar mijn energieverbruik. Dat is al zo weinig. Als ik hem helemaal niet meer aanzet, dan denk ik van, dan gaat de boel naar de knoppen. Dus is het handig om daar een keer wat uitgebreider bij stil te staan, dat die specifiekere vragen gewoon aan bod kunnen komen. Want daar hebben we nu niet echt de tijd voor. Maar misschien. Nee, maar dat hoeft niet. Maar ik vertel nu ook even de conclusie van onze bijeenkomst. Oké. Nou, het idee is dus dat de volgende keer gewoon een paar deskundigen erbij worden gehaald. En dat we wat langer bij stilstaan. En dat soort deskundigen of installateurs, die kunnen ook uitgenodigd worden op wijkbijeenkomsten. Oké. Ik zag bij Ellie en George nog hand. Ja, ik zie dat je bij mij begint. Je vraag is al gesteld, want het kwam inderdaad bij mij dat de installateur het niet eens weet, volgens mij, waar ik het over heb. Dus die zegt gewoon, dat kan niet. Omgekeerd ligt daar dus inderdaad een taak, maar ik denk dat jij hem al hebt geadresseerd. Van, hoe gaan we om met installateurs in de stad?
We hebben daar heel hard aan gewerkt al. Ja, we zijn er uniek in de Nederland. Dat was eigenlijk mijn opmerking, dus die is al gehad. Oké, dan George nog. Ja, zonder op de techniek in te gaan. Hoe moet je dat met VVE? In het verleden heb ik in dit gebouw waar 130 appartementen zitten als voorzitter van het geheel een poging gedaan om iedereen aan thermostatische kranen te helpen. Maar de invloed op de ketel, wat moet je dan met een ketel? Hoe zit dat met VVE? Ik hoor wel... Hebben jullie een centrale ketel? Ja. Nou, als je dus een groot appartement... Zegt u? Twee, maar die staan allemaal... Twee delen. Die staan beneden. Ja. Ja. Het punt is, als je dus een grote flat hebt met een centrale ketel, dan is het al heel snel duidelijk dat de woning die het dichtst bij de ketel zit, die krijgt de volle laag van de warmte. En de woning die het verste ervan af zit, die zit aan het einde van de lijn en die krijgt maar een beetje warmte. Om dat op te lossen, dat die persoon boven ook voldoende warmte krijgt, wat al heel moeilijk is, wordt de temperatuur extra hoog gezet en wordt de pomp nog extra harder aangezet. Dan krijgt die persoon die in het begin zit, die krijgt nog steeds de volle laag en die krijgt hele grote water met een grote temperatuur, zendt die weer terug naar de ketel en die de bovenkant dan net gered worden. Op het moment dat ik dus ga inregelen, dan worden de woningen over heel de flat krijgen precies bij iedere radiator en iedere woning krijgt precies dezelfde hoeveelheid water, zodat je de temperatuur veel lager kan zetten en de pompsnelheid een heel stuk terug kan schroeven. En iedereen eigenlijk voor het eerst na al die jaren tevreden is met weinig, met een hoog comfort en weinig gas. Dus zelfs voor zo'n flat is het van heel groot belang. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Alleen, ik zit op 5, de hoogste. En als ik ooit mijn thermostaat aanzet, dan heb ik het binnen de kortste keer zeer warm. Dus dat klopt niet helemaal. We hebben ook moderne, modulerende de keutels. Maar ja, ik kan niet te diep op dat systeem ingaan. A, omdat ik het niet weet, maar B, dat gaat te ver nu. Nee, goed, maar laten we een keer apart erover spreken dan. Dat is goed. Ja? Graag. Uw naam was? George Mulders, Maria Hoeven. George Mulders. Groep nummer 8, ja. Oké, volgens mij zijn we op dit punt voor nu... Even rond en dan komt er de volgende keer nog wel voor meer technische vragen, hele specifieke dingen. Ja, misschien verschilt het per woning of per buurt nog gelegenheid om er dieper op in te gaan. Ik wil een beetje naar een afronding toe. Ik weet niet of er nog nabranders zijn vanuit de buurt iets wat iemand nog wil noemen. Ik heb zelf in ieder geval... Nog dat mijn collega's Charlotte en Reider met een rondje langs de focuswijken ook bezig zijn om te kijken wat hun behoefte voor wat intensievere ondersteuning op het gebied van participatie, communicatie, et cetera, is. Omdat daar ook nu met de gemeente gesprekken zijn van hoe, wat is nou de goede rolverdeling tussen gemeente, ook op technisch vlak, participatie, Duurzaam Den Haag en de bewonersinitiatieven zelf. Ook omdat er steeds meer initiatieven gaan lopen. Het wordt steeds breder, grootschaliger. Ik hoorde ook al even vanuit Benoordenhout van die afstemming binnen buurten. Dat is soms ook wel een vraagstuk. Dus hoe kunnen we dat met elkaar goed organiseren en daar ook voldoende middelen en de juiste mensen voor vinden? Dus dat is iets wat loopt en wat als dat rond is wel weer terug zal komen. En ik zie nog handje van Willy in ieder geval en Johan. Apeldoorn. Willy? Ga je gang, Willy. Dankjewel. Ik ben te verstaan. Ja. In aansluiting met datgene wat je net zegt, wil ik iedereen graag attenderen op de enquête die we vanuit de regionale kerngroep hebben gestuurd. Lennart heeft die ook doorgestuurd naar veel van de bewonersinitiatieven van Duurzaam Den Haag. Lennart en ik gaan samen ook al die buurtinitiatieven op basis van die enquête nog even nabellen. En de kern van die enquête komt neer op van hoe de participatie op dit moment wordt ingevuld door het wijkinitiatief. En hoe de samenwerking met de gemeente wordt beleefd. Dus ik wil daar nog even de aandacht voor vragen. Oké, dankjewel. Even kijken, Johan Apeldoorn nog uit Moerwijk. Ja, ik had iets heel praktisch over die LSA. Dat is, we vroegen af, wat is dat precies? Maar dat is een, iemand zei het is een landelijke organisatie van wijkverenigingen.
En met name hebben ze ook heel veel kennis en dergelijke op het gebied van coöperaties en zo. Dus en ze hebben ook kennis, dus je kan er best naar die site toe gaan. Haal je veel van af. Plus, ze hebben dus, en als je lid bent, dan krijg je nog gratis advies voor €50 per jaar. Oké. Wat ik even op de aard kan brengen. Ja. Ik zie ook dat sommige mensen al naar de volgende afspraken moeten. Ik wil alleen nog eventjes noemen, volgende bijeenkomst van de werkgroep, die is nu gepland op vrijdag 5 juni, ook weer om deze tijd, van 10 tot uiterlijk 12 uur. Dat zal voorlopig denk ik in principe ook nog wel digitaal gebeuren. Ook omdat de groep inmiddels zo groot is, dat het lastig zal zijn om dat in een wat kleinere ruimte allemaal bij elkaar te krijgen, of je gaat heel ver uit elkaar zitten en... Nou, ik heb het idee, maar ik weet niet wat jullie ervaring is, dat het eigenlijk ook op deze manier nog best wel goed functioneert. En je mist natuurlijk wel de gelegenheid om na afloop even ja, wat informeler rustig na te praten. Maar misschien kunnen we dat ook nog wel met chatrooms of zo wat faciliteren. Dat hebben we nu vandaag even niet in voorzien. We hebben wel afgelopen... netwerkbijeenkomst van Duurzaam Den Haag hebben we ook wel in kleinere groepjes even gelegenheid gecreëerd om wat kennis te maken, door te praten, ook wat informeler. Dus daar zijn we wel ook mee aan het experimenteren. En nou ja, wat Charlotte Charlotte ook al aangaf van, ik denk dat Duurzaam Den Haag ook als jullie in je eigen buurt dit soort dingen willen organiseren en nog niet precies weten hoe je dat zou kunnen doen, dat Cas of andere collega's van Duurzaam Den Haag daarbij kunnen ondersteunen. Dus laat dat ook weten. Ja. En voor de volgende keer zou mijn idee zijn om in ieder geval nog wat meer ruimte voor dat waterzijdig inregelen gelegenheid te geven, daar wat dieper op in te gaan. Tenzij mensen zouden zeggen van nou, voor mij is die behoefte niet zo groot, dan moeten we dat misschien in een aparte sessie voor degene die dat echt belangrijk vinden doen. En ik heb dus ook aan Stedin gevraagd of zij in ieder geval over hun openingsbod wat meer toelichting kunnen geven. Maar ik heb daar nog geen antwoord op. En er zal ook waarschijnlijk wel even met het Haags Energienetwerk breder en de gemeente gekeken worden hoe dat op een goede manier georganiseerd kan worden. Dat zij... Ja, dat je wel voldoende gelegenheid hebt om de diepte in te gaan en tegelijkertijd dat ze niet aan dezelfde groep twee keer hetzelfde verhaal gaan vertellen. Dus daar horen jullie zo snel mogelijk meer over. En altijd ook aan jullie de gelegenheid om, als je bepaalde thema's specifiek wil agenderen, om dat even aan te geven. En dan gaan we kijken of we dat kunnen organiseren. En verder zijn we natuurlijk met Wendelijn, gemeente, gewoon in gesprek over stedelijk energieplan, verdiepingssessie, waar dan dieper op de inhoud daarvan ingegaan kan worden. Dus dat hoop ik dat we daar ook zo snel mogelijk wat over kunnen melden. Ik krijg nog in de chat twee vragen, ja? Lennart. Rutger vraagt of de DDA een visie gaat indienen op het concept van de SEP. En Astrid vraagt of het er volgende keer dieper ingegaan kan worden op de SEP. Ja, nou dat laatste zeker. Dat eerste, ik denk niet dat Duurzaam Den Haag als Duurzaam Den Haag dat zo zal doen, maar dat wij wel kunnen ondersteunen als er vanuit de bewonersinitiatieven ook een gezamenlijke reactie gegeven wil worden. Iedereen kan natuurlijk voor zijn eigen punten ook een eigen reactie indienen, maar als je ook gezamenlijk dat wil doen, en dan kunnen wij daar ook een bundeling voor maken. En voor degenen die dat willen, die kunnen dat ook bij mij aangeven. En dan kunnen we daar... ofwel in een volgende gezamenlijke sessie of voorbereidend in een wat kleiner groepje aan werken. Dus laat dat vooral weten en ook op welke punten je dat zou willen richten. En ik denk eigenlijk hetzelfde geldt, maar kijk ik ook even naar Willy, voor de regionale energiestrategie. Daar is ook de komende maanden gelegenheid en... misschien wel op meerdere momenten om vanuit... bewonersinitiatieven, energiecoöperaties input te geven. Dus daar zal in ieder geval vanuit kerngroep, restkerngroep van Energie Samen ook een bundeling mogelijk zijn.
Dus ja, dat, ik, was er nog eentje, Cas? Of was dit... Nee. Okay. Ik zie nog wat opmerkingen van... even kijken, van Ellie. Gezamenlijke reactievoorstel lijkt me een heel goed idee. Juri, stedelijk energieplan lijkt voorzetting van afgelopen jaar met minimale invloed van bewoners te worden vastgesteld. Graag komende week voorstel van gemeente hoe het aangepakt wordt. En waar op participatie dat er zit energieplan. Een stedelijk energieplan, vraagteken. Ja, dus in ieder geval, Wendelijn, kun jij daar nog iets over zeggen van of het op een bepaald moment ook vastgesteld gaat worden op korte termijn? Of dat er nog wel gewoon echt ook de ruimte is om daar invloed op uit te oefenen? Ja, ben ik aangezet? Ja. Even kijken. Ja, het is nu een concept. En het is juist de bedoeling om die consultatie in de stad te doen. Zodat daar invloed voor bewoners ontstaat om op het CEP te reageren. En of het CEP als beleidstuk ook echt op een participatieladder zit, dat vraag ik me af. Ik denk dat je dan veel meer naar de wijkenergieplannen zou moeten kijken. Want voor in de wijkenergieplannen wordt natuurlijk echt op wijkniveau met concrete alternatieven besproken. Dus dan kom je hoger op de participatieladder te zitten. Zo'n beleidstuk is toch een... ik weet ook niet of veel bewoners... deze bewoners, deze koplopers natuurlijk wel, maar of het voor een hele hoop mensen in de stad interessant is om op zo'n beleidstuk te reageren, weet ik niet. En voor deze bewoners organiseer ik daar een netwerkgesprek voor. Ja. Dus juist om die invloed wel te faciliteren en te genereren en waar het kan of waar het goede wijzigingen betreft mee te nemen. Ja, en kun je iets zeggen over de periode waarin mensen in ieder geval die input kunnen leveren? Van wanneer zou het concept overgaan in een soort definitief stuk? Het CEP gaat na de zomer pas definitief worden. Dus in juni willen we die netwerkgesprekken organiseren. Oké. Dus het is zeker de bedoeling dat er invloed is vanuit bewoners. Die ruimte willen we juist heel nadrukkelijk geven. Oké, dankjewel. Ik krijg de opmerking van Willy. Mobiliteit en duurzaamheid op de agenda in relatie met mobiliteit in de regio, MRDA. En de vraag van Ellie of er al invloed is van corona op huidige planning, CEP. Eerst een signaal komen al binnen dat business cases anders worden. Voor de business cases weet ik dat niet. Kijk. In de planning van het CEP hebben we hadden bedacht om op 19 mei een conferentie in de stad te organiseren. En dat is niet mogelijk. Dus, en ook het CEP zou eigenlijk helemaal gereed zijn voor de zomer, maar dat wordt ook na de zomer. Dus in het proces van het beleidstuk is vertraging door de coronacrisis. Ja, dat geldt dus ook voor de regionale energiestrategie, hè, die tot 1 oktober in plaats van tot 1 juni nu... ook open zijn voor... En dat is ook juist om die consultatie met de stad nog vorm te kunnen geven. Want het is natuurlijk digitaal ook moeilijker om iedereen te bereiken. Omdat voor een hele hoop mensen digitale vaardigheid natuurlijk ook nog een probleem is. Dus ja, dat geeft gewoon uitdagingen waar we op een goede manier wel wat mee willen doen. Oké, dankjewel. Nou, als laatste, we zullen dus de opname op de website van Duurzaam Den Haag ook plaatsen, zodat mensen dat terug kunnen kijken. Ook de mensen die er niet bij kunnen zijn, mocht je daar bezwaar tegen hebben, laat het nog even weten. Dan zetten we hem in ieder geval verborgen ook op YouTube, dat je alleen met een specifieke link daarbij kunt. En wens ik jullie verder een hele goede voortzetting met al jullie activiteiten waar iedereen heel druk mee bezig is. En heel mooi om te zien dat het aantal initiatieven ook nog steeds groeit en het aantal mensen wat daarbij betrokken is. Dus ook hulde daarvoor. En zie ik jullie in ieder geval op 5 juni terug en waarschijnlijk diverse van jullie ook voor die tijd nog wel. En prettige dag verder. Dankjewel. Tot ziens. Dankjewel.